We zijn bij het kanaal van Stenenhoek in Hardingsveld, Giessendam. En in dit water wordt in september 2012 het lichaam gevonden van Johan de Waal. Hij wordt dan al 8 maanden vermist en blijkt om het leven te zijn gebracht. Deze zaak is nog altijd niet opgelost en de politie doet nu een ultieme poging om dat alsnog voor elkaar te krijgen. Inwoner van Bovenhardingsveld, Johan de Waal, raakte in januari 2012 van het ene op het andere moment vermist. We hebben als politie een groot onderzoek opgestart. En dat onderzoek dat kreeg ruim een half jaar later, in september 2012, een bijzondere wending. Een aantal vissers vond in het kanaal van Stenenhoek, hier verderop, het stoffelijk overschot van Johan de Waal. Maar het was duidelijk dat hij door een misdrijf om het leven was gekomen. En daarmee werd ons vermissingsonderzoek een moordzaak. Johan de Waal verdwijnt op maandag 9 januari 2012. Als 8 maanden later een lichaam uit het kanaal wordt gevist, vermoedt de politie in Bovenhardingsveld al snel dat dit het lichaam van Johan kan zijn. Hij was een bekende verschijning, was geliefd, maar had ook behoorlijk wat conflicten. Maar tot nu toe heeft de politie nooit een duidelijk motief voor de moord kunnen vinden. De afgelopen maanden is er best wel wat aandacht geweest voor de dood van Johan de Waal. Zo heeft het plaatselijke Huis en Huisblad een aantal interviews met mensen uit de omgeving van Johan de Waal afgedrukt. Dat heeft wel tot wat informatie geleid, maar nog steeds geldt dat alle informatie over de vermissing en de dood van Johan de Waal van harte welkom is. Tussen zijn woning en de vindplaats ligt een paar honderd meter. Aangezien het lichaam verzwaard was met beton en metalen, moet het een behoorlijke klus zijn geweest om het te verplaatsen. Het kan bijna niet anders dat daar meer mensen betrokken bij zijn geweest. Dat betekent dus ook dat er meer mensen informatie hebben. De stoffelijk overschot van Johan de Waal is toenertijd gevonden in het kanaal van Stenenhoek. Het was verzwaard met een aantal verzwaringsmiddelen, een betonblok, een zware ketting, een enorm stuk metaal waarmee het stoffelijk overschot naar de bodem moest zinken. Nou, dat is ook gelukt. Misschien dat er iemand is onder de kijkers die deze voorwerpen herkent. We hebben hier te maken met het ergste misdrijf wat je kunt voorstellen, de dood van iemand. Deze zaak moet na 10 jaar alsnog opgelost worden. Alle informatie is welkom. Justitie heeft in deze zaak een beloning uitgeloofd van €15.000 voor de gouden tip. Wie weet meer over de moord op Johan de Waal in januari 2012? Laat het weten via 0800 6070 of via Meld Misdaad Anoniem 0800 7000. Onder meer voor dit soort zaken is het team bijzondere getuigen in het leven geroepen. Hier kunnen getuigen anoniem hun informatie delen en toch aanspraak maken op de €15.000 beloning voor de gouden tip. Het team is te bereiken op telefoonnummer 06 207 40 912.